Bij het kopen van een perceel is het advies om altijd eerst een hypothecair uittreksel op te vragen. Zo'n uittreksel geeft precies aan wie de eigenaar is van het betreffende perceel. Belangrijk is ook om met betrouwbare notarissen te werken. Minister Dinota Forsweg van Grondbeleid en Bosbeheer voelt zich geroepen deze adviezen te geven nadat zij moest bemiddelen in een kwestie van een onterechte perceelverkoop. Woensdag zei de bewindsvrouw aan journalisten dat er is gekozen voor de gemakkelijkste manier om de zaak op te lossen. De case van meneer Abona, we zijn al een tijdje bezig met meneer Abona. Het is zo dat hij eigenlijk belast is geworden door een koper. De persoon die eigenlijk die de perceel niet had. Dus hij heeft bij iemand betaald waar hij niet zou moeten betalen. En later bleek dat de perceel eigenlijk een titel heeft. Hij heeft ons toen benaderd. We hebben dan de rechtmatige eigenaar uitgenodigd samen met de heer Abona. En we hebben gesproken. De rechtmatige eigenaar wilde een compensatie, dan kon meneer Abona daar blijven. We hebben dan toen toch naar een makkelijke oplossing gezocht. En dat was eigenlijk vorig jaar december. Toen was hij akkoord gegaan met Sabaku. Daar hebben we dan toen de BV voor die man gemaakt. Alles in voorbereiding, zodat hij zijn toewijzing kan krijgen. En u weet hoe eigenlijk Kees Sabaku is verlopen. Op den duur zegt de rechtmatige eigenaar van oké, hij leidt nu verlies. Dus familie Abona moet nu verhuizen. En heeft dan deurwaarden dan naar hun gestuurd. Ik ben ook gecontact geworden gisteren door de familie. De betreffende familie moest dinsdag uit de woning. In samenspraak met een deurwaarder wordt er nu gezocht naar een oplossing waarbij de familie ruimte krijgt om tenminste te zoeken naar een huurwoning. Maar de rechtmatige eigenaar van dat perceel op Hanaslus zegt van hij wil zijn perceel terug. Dus hij gaat niet meer akkoord met de compensatie welke wij hadden gegeven. We zijn bezig om iets voor hem te zoeken waar hij toch daarna nog iets kan neerzetten. Want waar hij nu heeft gebouwd, heeft heel veel geïnvesteerd. Dus u begrijpt dat het nu een beetje duur is om te bouwen. Dus het gaat een beetje tijd nemen. Dus maar we zijn wel bezig iets voor hem te zoeken waar hij toch weer kan starten. De minister zegt dat de andere zaken niet bekend zijn bij het ministerie. Er wordt ook onderzoek gedaan naar andere gevallen waarbij mensen op een soortgelijke wijze zijn benadeeld.